Welkom voor degenen die al binnen aan het komen zijn. We wachten nog even op een aantal mensen totdat de rest er ook is. Welkom. Oortjes ga ik even niet in doen, dan hoor ik mezelf straks 10 seconden later. Dat is ontzettend irritant. Als je jezelf tegen jezelf aan het praten met een soort echo. Dus, we hebben vandaag het lekker makkelijk. Lekker een relaxed lesje. Even kijken, ik zal ze vast opschrijven. Huiswerk was 85, 87, 90 en 91. Nou, ondertussen is het nog 1 minuut. Welkom allemaal. Eens even kijken op hoeveel we al zitten. Nou, 16. Oh, dat valt me dan tegen. Ik had nog wat meer mensen verwacht. Ik zie er al wel. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, ik zie de 20. Missen nog 10. Hoop ik dat die snel komen. Dat is 21. Welkom, Madelief. Nou, ik denk dat we wel bijna zo ongeveer, lekker precies, kunnen beginnen. We hebben een paar sommen te bespreken en daarna geef ik wat nieuw huiswerk op. En dat is dan alweer het laatste huiswerk van dit hoofdstuk. En dan gaan we daarna een oefentoets doen. Dus dat gaat, schiet allemaal lekker op. We gaan het gewoon allemaal redden. Nou, 85. Ik zal de antwoorden trouwens ook na deze les op SharePoint weer zetten. 85a. Gammastraling gaat door alle stoffen heen. Nou, dat hadden we gezien. Dat is waar, hè? Want je had zo'n te maken met halveringsdikte. En dat ging er altijd doorheen. Ook al was het niet heel veel meer. Oh, wacht even. Sorry. Gaat al. Ja, dus. Oh, het. Hier wijk ik af van het antwoord. Hè? Van het antwoordenboekje zegt dat het niet waar is. Maar, hè, dat je het kan tegenhouden met beton. Maar antwoordenboek is onjuist. Het komt altijd doorheen, ook al is het maar heel weinig. Nou, B. Het begrip halveringsdikte geldt niet voor alfa- en beta-straling. Dat is waar, want bij alfa- en beta-straling noemen we de afstand die je aflegt. Noemen we de afstand die de deeltjes afleggen. Zo, wat een zin wordt dat weer. Die de deeltjes afleggen. Dracht. He, dus de dracht van alfa in lucht is ongeveer 20 centimeter. C. Alfa deeltjes komen in lucht verder dan in weefsel. Dat is waar, hè? 20 centimeter lucht of een heel dun velletje papier houdt hem al tegen. Dus dat klopt. D. Alfa deeltjes kun je afremmen, beta deeltjes niet. Dat is niet waar, want beide kan je gewoon afremmen, worden ook afgeremd in de stof, doordat ze botsen. Welkom bij de mensen die nog net binnen zijn gekomen. We zijn al begonnen, als je het niet erg vindt.
Een beta-deeltje eindigt als heliumkern. Dat is natuurlijk niet waar, hè? Want uit zo'n kern, uit zo'n radioactieve kern, daar kwam dan een alfa-deeltje. Of, dit was eigenlijk gewoon een heliumkern die eruit weg was. Of je kreeg een beta-deeltje en dat was niks anders dan een elektron. En dat kwam dan uit de kern. En ja, een zwaan zal, of een eend zal nooit een zwaan worden. Dus een elektron zal nooit een heliumkern worden. F. Op een röntgenfoto zijn de zwarte gebieden de plekken waarbij veel straling is geabsorbeerd in het lichaam. Dat is dus nou juist net omgekeerd. Dus dat is niet waar. En hebben we er nog één. Bij uitwendige bestraling is alfastraling het schadelijkst. Dat is natuurlijk ook niet waar, want het is bij inwendig. Als je besmet bent. Nou, verbeter het als je het fout had. En dan denk ik dat hier verder geen vragen over zijn. En dan gaan we door. Met 87. Als een alfa-deeltje door de lucht beweegt, wordt zijn snelheid geleidelijk kleiner. Na enkele seconden of centimeter staat hij stil. Waardoor neemt de snelheid af? Nou ja, dat is natuurlijk door botsingen met moleculen in de lucht. Met moleculen in de lucht. Dan bij B. Een alfa deeltje met meer energie heeft een hogere snelheid. Hey, dat hebben we gezien. Weten jullie deze nog? E kinetisch is een half mv kwadraat. Het vorige hoofdstuk. Kinetische energie, als de snelheid hoger is, is de energie hoger en omgekeerd. Dus die heeft meer energie, dus hij zal verder komen. Want hij kan vaker botsen om zijn energie af te geven. Kan vaker botsen. Dus zo zie je hoe iets uit een eerder hoofdstuk bij natuurkunde nog wel eens terug kan komen. Gaan we naar C. In water komt een alfa-deeltje veel minder ver dan lucht. Leg uit hoe dat kan. Nou, de dichtheid van water is natuurlijk hoger, groter. Dus daar zitten de deeltjes dichter op elkaar. Dus kan je er makkelijker doorheen. Hè? Denk aan, dit is bijvoorbeeld water. Ik ga hem lekker scheikundig opschrijven. H2OL. En bij lucht is het zo. Dus je ziet dan, hier bots je makkelijker ergens tegenaan. Terwijl hier kan je er wat verder in doorheen komen. Gaan we naar D. Waardoor gaat een beta-deeltje veel makkelijker door de stof heen dan een alfa-deeltje? Nou ja, een beta-deeltje is maar een elektron. En een elektron is veel kleiner dan een alfa-deeltje. En dat is daar dus het antwoord op. Gaat goed. Gaan we naar, zitten we alweer op de helft. Ik zei het al, het wordt een relaxed lesje vandaag. 90a. Een zonnebril houdt zonlicht tegen, maar niet al het licht wordt geabsorbeerd. Neem aan dat één laagje 50% tegenhoudt. Hoeveel heb je dan nog tegen als je twee laagjes hebt? Nou ja, dat. Je begint met 100%. Eén laagje, dat is dan de halveringsdikte. Hou ik 50% over. En als ik er dan nog een keer een laagje tussen zet, hou ik dus 50% van 50 over is dus 25. We hadden de intensiteit, was de beginintensiteit, maal een half tot de macht n. Met n het aantal keer halveringen. Als je deze weet, dan heb je al wat voor klas 4 geleerd. Welkom Job, probeer wel iets eerder te zijn, want we zijn al op de helft van de les. Ongeveer.
Maar goed dat je erbij bent. Hoeveel procent blijft over? Na drie laagjes. Nou, nog weer een keer. Dus dan hou ik 12,5% over. En dan leg uit dat je op licht, deze manier het licht nooit kan tegenhouden. Allemaal, want je houdt altijd iets over, hoe klein het ook is. En dat is waarom het antwoord op 85a, namelijk gewoon niet klopte van het telkens. Jonge. Telkens een halvering. Nou, dat is alweer mooi. Dan zijn we steeds op de hel. Dan ga ik eventjes een roll call op zijn Engels doen. Iedereen die nu actief is en dus ook heeft opgelet, wil ik dat hij het antwoord, de vraag nummer 90C in de teamchat intoetst. Dus ben je aanwezig en wakker, dan tik je nu 90C in de teamchat. Heel goed, Sivan. Ja, zo kan ik zien wie er namelijk aan het opletten zijn en wie er de chat heeft aangezet en verder niks meer doet. Ga ik vaker doen. Dat is een handige manier, heb ik gemerkt. Dus iedereen die actief is. Ah, kijk, want dan zie ik tenminste dat Nanne er ook is, want die had ik net al gemist. Dus hartstikke goed, Nanne, dan weet ik dat je er bent. Dus tik maar even door. 90C, dan ga ik al zo vast. Gaan we zo weer verder. Even kijken. Oh, daar hebben we 90 al gehad. Jongen, we gaan maar hard zeg. Dus iedereen die er gewoon is en die me net gehoord heeft, tik het even in. En dan weet ik dat je gewoon nog steeds actief bent. Ga ik trouwens volgend jaar en in volgende lessen ook doen. Dus dan weet je dat je op moet gaan blijven letten. 91. Radioactieve bronnen moeten veilig worden opgeborgen. Leg uit waarom er daarbij onderscheid gemaakt wordt tussen alfa, beta en gammastralers. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de halveringsdikte en het doordringend vermogen van stoffen. Want het doordringend vermogen van alfa was klein. Die van beta was matig en die van gamma was groot. Hier kon je volstaan met een papiertje. Hier kon je volstaan met een plaatje metaal. En hier moet je het maar een beetje dik maken. Dik metaal om het ergste tegen te houden. Om ergste tegen te houden. Nou, daarmee hebben we denk ik 91a wel gedaan. B. Geef bij elke soort straling aan wat een goede afscherming is. Nou, dat hebben we dus al gedaan. Oh, dan kan ik dat zo doen. Ik doe weer veel te veel in één keer. Ah, een beetje een laatkomertje nog, maar goed. Daar. Goed, even kijken. 91C. Bij een ongeluk met radioactieve stoffen moeten medewerkers beschermde pakken dragen. Tegen welke soort straling zijn de medewerkers dan nog steeds niet goed beschermd? Dat is dan natuurlijk gamma-straling, want die gaat gewoon overal doorheen. Bij een pak hoort een luchtfilter. Beschermt dat tegen inwendige of uitwendig? Nou, het beschermt natuurlijk tegen inwendig, want dan voorkom je dat je dat inademt en dat het in je longen terechtkomt. Nou, dat lijkt me logisch. Nou, dan zijn we alweer door allerlei dingen heen. Huiswerk sowieso voor 27 mei. Ga ik even opgeven. Is het volgende. 93, 95, 96, 97... en 99, nou, daar heb je straks ook nog tijd voor. Ik heb een verrassing voor wie dat eventueel leuk vindt. Vinden jullie het leuk om... ik heb namelijk een nieuw watervalfilmpje gemaakt van foto's zeg maar van 2017. Duurt 4 minuten.
Wie vindt het leuk om een watervalfilmpje te zien? Ja, oké. Nou, dan ga ik hem instarten. Dat moet ik eventjes doen. Even kijken. Dan moet ik naar een andere. Dan hoor je mij volgens mij nu nog wel, maar je ziet een zwart beeld.